Ik zit trouwens best wel met een knoop in mijn maag vanmorgen. Goedemorgen, het is woensdag en ik moet echt haasten en ben zo moe. Nou, gisteren was gewoon heel erg aan nadenken met... En daardoor ben ik nu een beetje laat, want ik kon gewoon echt niet slapen. Van, je gaat alles maar langs in je hoofd en we hadden er natuurlijk zo lang over gehad hebben. Dus even snel kunnen krijgen en dan heel snel naar school. Nou, we zijn onderweg. Als we heel snel doorgaan, zijn we op tijd. En Sarah, die vindt het zo koud. Het is ook echt heel koud. Koud. Ja, het is en koud. Ik ga naar de kinderfeestje die... Ja, na school, hè. Dus ik ben heel dag alleen. Pas net voor iets tijd, moet ik zeggen, op. En willen jullie weten wat het cadeau is? Vertel maar. Een kinderkamer van Playmobil. Ja, heel leuk cadeau. En dat geef je samen met Noah. Dus ja. Noah gaat ook... Dus dat is helemaal leuk. Ja. Zo blij dat ik weer binnen ben. Het is zo ijskoud vandaag. Dus ik ga even beginnen met een thee. En ik ga vandaag echt even proberen om echt mijn huis weer op orde te brengen. Want de afgelopen dagen, het is gewoon zo'n rommel en drama geweest. En het was gewoon echt niet leuk, zeg maar. En vlogs zijn denk ik ook gewoon heel rommelig geweest. Ik weet ook echt niet of het leuk was om te kijken. Ik kan je vertellen, het was voor ons minder leuk in ieder geval. Dus ik ga maar kijken wat ik kan doen. Ik ga in ieder geval verder met mijn opruimproject. Dan is dat in ieder geval dadelijk allemaal gedaan. En we zien wel. Gewoon nog steeds bezig al die laadjes één voor één helemaal leeg te halen, helemaal schoon te maken. En echt alles stuk voor stuk uit te zoeken. Echt alles. Alles wat we niet gebruiken gaat eruit. Maar het is zoveel werk. Oh, echt, mijn hoofd loopt zo over. En ik word ook echt gek van mijn eigen gezeur. Maar het overspoelt mijn hele hoofd. Dus het stopt ook in mijn hoofd gewoon niet. Ik ga weer verder, anders komt het nooit af. Dit stukje heb ik af. Ik heb trouwens ook eerder al achter de schotten gedaan. Daar lag ook echt gewoon een hoop random dingen. Daar hebben we echt wel heel veel van uitgezocht. Er waren ook heel veel kleine dingen. Dus dat was heel veel werk. Maar daar kwam echt heel veel van weg. Dus dat is echt mega fijn. En ik heb natuurlijk, als het goed is, afgelopen zaterdag foto's op Instagram gezet van dingen die ik verkoop. Ik heb daar ook een apart mapje op gemaakt. Dus dan kan je ook op mijn Instagram gewoon terugkijken. Dan laat ik daarin staan wat er nog te kopen is. Dus... mocht je interesse hebben, dan mijn Instagram is mama ophakken ook. Ik heb het nog steeds zo verschrikkelijk koud. Ik ben heel de tijd bezig geweest en blijf het koud hebben. Even tijd voor lunch en ik heb lekker een frittatensoepje gemaakt. Oostenrijkse soepje met deegreepjes, echt. Ik vind dat zo lekker. En het warmt ook wel even lekker op. En mijn keel is ook nog steeds niet 100% en die verkoudheid. Dus ik vond het een heel goed idee van mezelf. En trouwens, dat vind ik nog steeds. Zo nog even snel verder. Ik heb ook een was gedraaid, die moet ik zo ophangen en even nog strijken. En dan is die was weg. En ik hoop gewoon dat ik die kast vandaag afkrijg. Dan is dat stukje huis gewoon weer echt, echt in orde. En dat moet er gewoon even bij blijven. En dan ga ik gewoon met de volgende ruimte. En het stomme is, omdat ik ermee bezig ben, dan kom je ook weer achter dingen ook die weg zijn. Want dan open je iets en dan ben je mee bezig en dan denk je weer aan dingen. Dus ik ben ook elke keer de aangifte, zeg maar, van de gestolen goederen ook nog eens verder aan het bijwerken. Dus ik blijf aan de gang op deze manier, echt. Maar goed. Katten zijn zo leuk, echt. Zit ik te eten, springt zomaar, weet ik veel, op me, over me. Heel treuvel, echt. Eindelijk in de auto mijn meisje ophalen. Dat het zo'n zin in, zeker als ze dan naar school gaat en dan gelijk een kinderfeestje heeft, dan is ze gewoon echt
heel de dag weg. En ik vind het echt te lang. Ik ben echt de slechtste moeder zonder de kind ooit. Ik hou daar echt niet van. Ik vind het voor haar echt superleuk hoor. Begrijp me echt niet verkeerd wat dat betreft. Ja. Maar voor mezelf, ik had zo blij dat het duidelijk is. Dus nog 5 minuten en dan ben ik er. Eierkoeken bedoel ik. Heb je eierkoeken versierd? Ja. Dat is wel heel leuk. En een speurtocht gedaan? Dus en allemaal leuke spelletjes. De stokdans. De stokdans. Die was echt heel leuk. Ja. Dan was de muziek stokdans. Oh, er wordt naast je gezwaaid nog. Waarom blijft je vader gewoon zitten? Ja, die was nog even bezig. Soms ben je nog even bezig. Ik was ook aan het wachten, want Julie was aan het keren voor mijn neus. Ik denk, nou, dan kan ik wel een stukje naar voren rijden. Maar dan kan ik er niet uit en dan maakt het haar moeilijk. Dus ik deed ook even wachten. Ik denk dat de vader daarom ook wachtte. Ga nou. Nou, ik geef die mevrouw ook even voorrang. Die staat in de kou. Wij zitten in de auto, dus laat ik er gewoon even voor. Maar goed, wat was het nou? Je hebt eierkoeken versierd. En je hebt de speurtocht gedaan. En toen wist ik het niet meer. Want toen... Stokdans. De stokkendans? En wat is dat dan? Stokdans. Als de muziek stopt, moet je stilstaan. Oh, dat is een stopdans. Ademen. Ja, en je mag sowieso ademen. Anders zijn ze... Ja, anders gaat het niet goed. Maar ik verstond de stokdans. Ik denk al, wat is nou weer een stokdans? Ik zei stokdans. Ja, nu zeg je het weer stokdans. Het is ook stokdans. Nee, stopdans. Stop. Stokdans. Met de p. Stop. Van stoppen. Nee, stokdans. Oké, doe jij een stokdans? Doe het. Hey, geel en paars. Ik zag die gele al. En nu spelen we het spelletje. Nee, we spelen het nooit als ik voor ze sta. Oh, je bent hilarisch, dame. En ik zag de gele veel. Maar goed, een stopdans en wat nog meer? Er was een waterbak en dan kreeg je blinddoek om en moest je een paar keer ronddraaien. En dan had je zo'n schepje in je hand en er was een snoepje in de waterbak. En die moest je dan zo met het schepje proberen te pakken. Oh, dat is wel heel leuk. Ja, en we hadden nog een smeel. Snoephappen. Oh, aan zo'n touwtje. Ja, aan zo'n touwtje spekhappen. Ja, dat is grappig, hè? Spekje van het touw met de knijper eten. En het was zo grappig toen Quinn het deed. Weet je wat nou zo grappig daarmee was? Nee. Hij nam de knijper bijna in zijn mond. Oh jeetje, dat is niet want goed. Want die zat toch aan het spekje vast. Ja, had hij bijna een knijper opgegeten. Ja. Mama, jij bent lekker eten aan het maken, hè? En de vaatwasser aan doen. Ja, zo really lekker. Echt, ik vind het zo lekker. Ik kan er echt van. Wat ben jij aan het doen? Even. Ik ga nu de tafel dekken en mama gaat het heel goed versnellen. Sarah ligt lekker op bed. Marcus nog even de deur uit, want die heeft ook achterstand door alles. Met alles. Een heleboel zin wordt. Dus tijd voor thee. Ik zit trouwens best wel met een knoop in mijn maag vanmorgen. Dan ga ik naar mijn opa. En dat vind ik normaal altijd echt super leuk en gezellig. Maar morgen ga ik hem natuurlijk vertellen over de diefstal. Wel met mijn moeder en mijn broertje samen. Dus dat maakt het wel iets fijner. Maar echt gewoon weten dat je iemand verdriet moet doen. Dat is echt niet leuk. Dus... Ik zit nu ook echt uit te stellen om naar bed te gaan, want in bed ga ik helemaal liggen denken daarover. Dus dat vind ik echt niet tof. Maar goed, moet gebeuren. En ja, life sucks sometimes, echt. Zo voelt het echt nu even. Nou, deze lamp geeft wel heel weinig licht. Ik heb eens een keer gestaan. Iets beter. Ik ga toch maar naar bed. Ik moet toch een keer gaan slapen. Ja, we zien wel hoe het morgen gaat. Bedankt voor het kijken in ieder geval en tot morgen.